Hi Jolanda en waarschijnlijk ook de rest van de commissie. Ik ben Jasper van Dijk, 25 jaar en ik woon in Amsterdam. En toen ik hoorde van de vacature als presentator bij het Klokhuis, wist ik gewoon dat ik wilde reageren. En daarom heb ik voor jullie een extra kort, maar toch best wel lang filmpje gemaakt. Nou ja, veel plezier! Ik ben vanavond in de theaterstudio in Amsterdam, waar ik ga kijken naar de generale repetitie van de nieuwe voorstelling van de Rosettes. Met Frank Sanders en dit jaar ook met Barry Stevens. Vorig jaar was het een groot succes, in hetzelfde kleine intieme theater als nu. Ik ben heel benieuwd. Het bijzondere is, het is een verhaal dat kun je blijven vertellen. En ik vond het prachtig. Het is toch een modern sprookje. Het is eigenlijk gewoon een assenpoester, Maria, die haar prins wil hebben. En er is een boze veetas van Hitler in dit verband. En aan het eind van de rit wint het goede. Maar dan komt Maria en dan verandert het allemaal, hè? Ja, ja, kapitein Von Trapp wordt verliefd. En ze gaan trouwen. En dan ze laat ons weer zingen. Ja, want jullie kunnen heel goed zingen. Ja. Ja. Maar wat is nou jullie meest favoriete liedje? Ja. Nou, Do Re Mi is leuk. Do, da, sa, en so je mee. De le, o, de le, toen ik kind was, heb ik The Sound of Music verslonden. Hoe was dat voor jou? Oh ja, heb je dat? Ja. En waarom dan? Ik wilde ook wel in mijn jurkje over de heuvels heen rennen. Wie wil jij dan zijn? Ja, Maria. Ja, heb je al wel, je zei ik heb nog niet naar het programma gekeken, maar al wel een paar titels in je hoofd of nog helemaal niks? Ga je me overhoren? Nee. Een kleine tip, die gaf ik net ook al aan Ellie Lust. En jij hebt me net een hele goede tip gedaan. Foxy Murders. Ja, nee, Murkins. Niet Foxy Murders. En dat schijnt namelijk een film te zijn met humor. Ben jij nou ook wild geworden van de Rosettes? Dan kun je vanaf nu ieder weekend tot en met 30 augustus hier in Theaterstudio Amsterdam komen kijken. Ik zeg, zeker doen. En deze religieuze viering die vindt niet plaats in een kerk, maar hier in het hotel, op neutraal terrein. Want vier verschillende geloofsovertuigingen zullen spreken. En dat is vrij bijzonder. Nou, ik zou zeggen, genoeg religie voor vandaag. Tijd voor de Pride Walk, hè? Hoi ha! Hoi ha!